als ik de behandelaar navraag doe, die vinden ook dat het echt zichtbaar beter werkt. En de cliënten ervaren het zo. Dus dat past heel mooi bij de missie van GGZ Noord-Holland Noord. En ik denk met zo'n digitale EMDR-platform hebben we ontdekt dat je in kortere tijd sneller aan behandelen komt en dat behandelingen ook wat korter duren. Dus in dezelfde tijd kun je meer cliënten behandelen. Als we als GGZ niet overgaan met gebruik maken van de digitale middelen, ja, ik denk dat we dan een heel groot probleem krijgen. We hebben nu al een probleem als het gaat over voldoende zorgprofessionals te hebben. De werkdruk wordt al als hoog ervaren en de kosten nemen toe. Dus ik denk dat het niet meer een vraag is of we dat willen gaan doen, maar dat we het moeten gaan doen.